Ik vind dit wel een hele teleurstellende boodschap. Ja, we zijn al een half uur bezig om de camper te verplaatsen. Stroom eruit, alles eruit. En nu weet ik de oorzaak. Schoten omhoog. Trixie, heb jij op de stoelen gezeten en zo? Oh, wat zien die stoelen eruit. Verschrikkelijk. Hier, moet je die mat zien. Maar je ziet aan de busjes al hier, dat ding dat nou... Dus er is geen onderdeel meer heel. Nee. Ze rijden als gek hier. Kijk, die scooters hier ook. Ja. Motoren. Ja, vandaag weer gezellig even wat klusjes doen. Ja, Kees heeft weer een klusje. We hadden... Dit zijn de paneeltjes. Kijk, roestvrij stijl met een soort van raptor overheen. Aluminium. Aluminium? Ja. Ja, aluminium. Ja. En dan maar hopen dat het regenwerk een beetje klopt. Ik weet niet of dit... Soms zit er even tegen, maar we komen er eens aan op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Afgelopen weekend ben ik samen met vrienden naar Antwerpen geweest. Ja, we doen om de zoveel tijd leuke dingen met z'n allen. Allemaal jonge vaders en zo in mijn vriendenkring. Dus die hebben niet heel veel tijd. Maar zo'n twee keer in een jaar zorgen we ervoor dat we met z'n allen wat leuks gaan doen. En dit keer was dat Antwerpen. Superleuke stad. Veel horeca natuurlijk. Lekker op het terrasje gezeten. Nou, in de regen. Het was nog regenachtig, maar overdekt terras. En s'avonds lekker gegeten. Even de voetjes van de vloer. Dus dat was een topavond. Ik heb even lekker mijn camera thuis gelaten. Dat is ook wel eens lekker natuurlijk. Maar voordat ik naar Antwerpen ging afgelopen zaterdag, heb ik eerst nog even mijn handjes laten wapperen tijdens de jaarlijkse havenwerkdag hier. Ik ben natuurlijk lid van de Koninklijke Dordtse Roeizeilvereniging. Hier, de Nieuwe Haven, is een verenigingshaven. En soms wordt er wel van je verlangd dat je even wat vrijwilligerswerk doet. Het kan van alles zijn dat je eigen vingerstijgertje even schoonmaakt of een stukje van de hoofdstijger. Gewoon wat dingetjes die je tegenkomt. Maar ook een jaarlijkse havenwerkdag. En dan wordt er een mailtje gestuurd van jongens, wie wil er helpen? Dus dat was afgelopen zaterdag. Nou, ik ben er ook even naartoe gegaan. En er waren toch zo'n 40 mensen die kwamen draven. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want vele handen maken licht werk. Nou, we kwamen daar 's morgens tezamen. Er was een gezellig bakkie koffie met een taartje erbij. Dus dat iedereen energie had om werkzaamheden te verrichten. Ze hadden ook een flip over gemaakt met daarop alle werkzaamheden die moesten gebeuren. En dat was een hele waslijst, kan ik je vertellen. Want ja, in zo'n haven is er gewoon heel veel te doen natuurlijk. Veel onderhoud. En dat berust mede dus ook op de vrijwilligers. Naast de vaste havenmeesters die hier lopen. Maar ik moet zeggen, het is eigenlijk hartstikke gezellig om zo samen te komen. Je kan in duo's werken. Je kan zelf uitkiezen wat voor werkzaamheden je graag zou willen doen. Dus ik had gekozen? Ik heb de kozijnen schoongemaakt en de deuren schoongemaakt van het verenigingsgebouw. Dat er een schone entree is voor alle toiletten, douches. Dus daar heb ik zorg voor gedragen samen met een medelid die hier aan de overkant ligt. En hebben ook nog het terras meubilair schoongemaakt en het terras helemaal zomerklaar gemaakt. Dat er weer spik en span uitziet. Maar dan zie je dat je met zoveel mensen op één dagje zoveel kan bereiken. Wat ik net zei, vele handen maken lichtwerk. Nou, dat is fantastisch. Dus het ziet er weer toppie uit. We zijn weer helemaal klaar om hier allemaal gezellige passanten te ontvangen in de haven natuurlijk. Dordt is een leuke stad. En je ligt hier al prachtig in de haven. Dus ze zeggen, kom deze kant op, roep mijn naam. Misschien is de havenmeester dan wel extra aardig voor je. Geen idee. Daarover gesproken trouwens. We zoeken nog een extra havenmeester. En ook nog wat vakantiehulpen die de havenmeester kan helpen. Dus lijkt jou dat nou leuk? Stuur dan even een mailtje naar, ik heb het opgeschreven, havenmeester@kdrzv.nl. Koninklijke Dordtse Roei en Zeilvereniging. Wie weet, is best wel leuk werk volgens mij. Straks zie je in de vlog dat ik met Erik aan de slag ga. Hier met de refit van mijn dashboardje. Dat was ook een heel circus. Maar eerst kan je gaan kijken naar het vervolg van het camperavontuur. Of eigenlijk het laatste deel alweer. We zijn in Saumur en daar krijgen we te maken met een nogal valse start. Veel plezier met kijken. Tot zo.
Bonjour, monsieur Theo. Hou je die stekker er alweer uit? Ja, maar dat stond niet zo goed. Schotel technisch gesproken. Die term heb ik de wereld in gebracht. Ja. Maar ja, dat is niet voor niets, want we stonden schotel technisch inderdaad zeer onvoordelig. Oh jee, wat een getoeter hier. Maar we hebben een plekje daarvoor in gedachten. Ik moet vanavond even monteren. Dus ja, er zit pa een beetje naar buiten te kijken. En als het donker is, zie je ook niet veel. Dan is de buurvrouw ook al binnen, noem maar op. Dus dan vindt hij het wel leuk om even tv te kijken. En dat komt niet gisteravond. Dus we hebben heel de avond gekaard. Ik vind één potje pesten wel leuk, maar niet heel de avond. Nee, grappig. Zal ik wel missen trouwens. Iedere avond doen we even een potje kaarten. Dat is wel gezellig. Een beetje lekker analoog vermaak. Nou, de buurminister ook. Bonjour, zeggen we dan altijd hier in Frankrijk tegenwoordig. Hè? Je moet toch een beetje schakelen, ook met je talen. Oh, er gaan nog mensen weg hierachter. Er gebeurt van alles. Of zou die mensen dat plekje ook in gedachten hebben, schoteltechnisch? Moet wel snel zijn, pa, anders is je plekje weg. De vooruit, in of achteruit. Maakt niet uit, als je maar zo snel mogelijk bent. Want ik zie de buurman schoteltechnisch ook al kijken van, hey. Nou, het is wel een feestje om iets morgens even de hond uit te laten. Want we staan eigenlijk op een soort van eilandje. Er staat niet heel veel water, hè, tegenwoordig in de Loire. Nee, nou, weet ik niet. Voor mij, 5 jaar terug ook niet, toen ik hier was. Oh, dat is gewoon, dat is gewoon de Loire. Nee, maar het is... Maar is dat niet een verandering in klimaat? Een veranderingetje nee, dat nee, hier... ga ik me niet verdiepen. Oh, want ik liep gisteren hier in de rivierbeddingen. En toen dacht ik van, hier zal vroeger wel water gestaan hebben. Zo voelde het een beetje. Geen idee, ik word hier ook niet wijzer van. Misschien hebben ze wel grote nu komt er toch een antwoord. Nu komt er toch een antwoord. Maar een maken. Ja. U gaat er ook vandoor, buurman? Wij doen de Loire per fiets, Loire à vélo. Oh, ja, dat is wel mooi, denk ik. Oh ja, ik zie het. Ja. Jullie zijn bezig met... jullie gaan het boeltje weer... Hier 50 kilometer verder. Ja. Dan keer links. En rechts de Loire af te rijden. Maar er staat zo weinig water in de Loire, valt ja. op. Weet u dat, het verhaal erachter? Nee. Nee? Oh. Waarschijnlijk de kamperaars die veel water nemen. Ja. Maar hoe stond kijk, u... dat is mijn vrouw. Oké, okay, nou, die mag is even... ook eens filmen en ja, natuurlijk. Jongen. Goedemorgen. Hoe stond uw schoteltechnici hier trouwens? Geen schotel. Geen schotel? We werken... mijn vrouw kan dat uitleggen, maar ik niet. Met de GSM. Oh, met de GSM. Ja. Oh, oké. Okay. Jullie zijn veel hipper dan wij. Wij doen het nog met een schotel. Ja, maar een schotel kost ook ja, 3000 euro. Ja, dat nou duurder nog. En je hebt iedere maand je abonnementje. En dan moet je nog geluk hebben dat je niet een boom voor je hebt. Ja. Maar daar hebben jullie geen last van. Dus jullie doen alles met internet. Ja, en bij jou, 3000 euro. Voor 4-5 keer op een jaar weg te gaan. Ja, zo is het, ja. Nee. We zijn geen Hollanders, we zijn Belgen. We kijken op een rode zand of een rotte zand. Maar mooie fietsjes ook, zo, elektrische mountainbike. Ja. Dat ziet er allemaal... En die gebruiken jullie niet voor het eerst vandaag, zie ik. Nee, gisteren gefietst. 50 kilometer. Pech gehad. Oh, met deze fiets. Die we band moeten leggen achteraan in een... Oh. Ja, ik weet niet of je reclame mag maken. Ja, maar dat mag wel. Decathlon. Die heeft u uit de brand geholpen. Ja. Nou, hij heeft het zelf moeten doen natuurlijk. Ja, dat heb je wel eens, hè, met een fiets, dat je dan pech krijgt. Ja, ja daar gaan we hier. Dat is dus kamperen. Hè. Oh, daar gaan jullie vandaan? Villandrie. En dan fietsen we dat hier af. Ongeveer. Ja, ja leuk hoor. 31 kilometer en terug. Oh, dat is een mooie afstand. Ja, meer dan genoeg. Ja. Meer dan genoeg? Het schijnt dat betaald wordt, die film. Ja, ja, nee. Ja, alleen voor zichzelf, hoor. Ja, we zijn geen Hollanders, we zijn Belgen. Ja, nee, die zeeuwen zijn. Die zeeuwen zijn heel zuinig. Die zijn zuinig, ja. Zeeuwen uit Zeeland, weet je wel. Uit Zeeuws-Vlaanderen. Zeg daar niet, want er zit ook heel veel zeeuwen te kijken. Ja, wij komen uit Holland. Ja, ja. Holland. Bij Dordrecht. Ja. Nou, buurman, fijne reis verder. Ja, geniet ervan. Ja, succes met... Ja. Op de volgende bestemming gaan we weer heen. Pa, hoe staan wij schoteltechnisch op dit moment? Schoteltechnisch redelijk, denk ik. We staan bijna thuis, zover staan we uit het park. En zullen we, ik denk, waterpas staan? Wat denk jij? Je komt toch echt zo voor problemen te staan als je aan het camperen bent? Nou. Sta je waterpas? Heb je nog water? Je grijs water afvoeren, je toiletje afvoeren. Hoe sta ik schoteltechnisch? Zijn de buren een beetje leuk? Staan we in de zon? Staan we in de schaduw? Eigenlijk wil je er gewoon niet aan beginnen. We hebben het allerlelijkste plekje van de hele camperplaats te pakken. Maar als het goed is, heeft hij wel televisie nu.
Ik heb nog geen signaal. Je hebt nog geen signaal? Nee. En hij heeft heel vrij zicht. Hij kijkt zo tot de hemel. Dus, en nu? Ja, dat komt dat ik... je hebt met Kanaal Digitaal heb ik iedere keer een maand. Oh, je hebt van je abonnement niet? Dat het nu de laatste dag geweest is. Oh. Dat weet ik al zo zeker. En dan gaan we niet voor een maand nemen terwijl we morgen naar huis gaan. Dus dan gaan we weer terugzetten. Ik vind dit wel een hele teleurstellende boodschap. Ja, we zijn al een half uur bezig om de camper te verplaatsen. Stroom eruit, alles eruit. En nu weet ik de oorzaak. Schoten omhoog. Als je nu geen... En je hebt gewoon je abonnement niet betaald. Als je nu weer een maand wil hebben, kost je wezen €20 voor één dag voor een avondje te vinden. Voor één aflevering van Jinek. Dat gaat niet gebeuren. Het is wel aardig, maar dat... Nee, het is heel aardig. Nee. Maar dan wordt het weer heel de avond pest, of niet? Oh, jij bent de hele avond het werk. Met je vlog. Ja, maar het is wel de laatste avond dat we een soort marathon pesten kunnen doen. Ja, maar ik heb al een paar keer verloren. Ik zei net al tegen de kijkers, ik zal het ook wel missen, dat analoge vermaak. Ja. Gewoon een spelletje, een ouderwets spelletje. We hebben heel veel gedaan. Ja, ik heb er hele schrale vingers van het pesten. De kaartspel is zelf versleten. Ja, het is helemaal zwart. We hebben een reservekaartspel, hè? Oh, we hebben reservemateriaal. Ja. Ja. Maar ja, het is best wel leuk eigenlijk, dus ja, dat zal ik misschien nog wel missen. Ja. Leuke omgeving trouwens om je hond uit te laten, maar het knapt er niet echt van op in het interieur, om het zo maar te zeggen. Trixie, heb jij op de stoelen gezeten en zo? Ja, toen wij net spuitend praten waren. Met je vieze poten. Oh, wat zien die stoelen eruit. Verschrikkelijk. Hier, met die mat zien. Ja, en nu mijn broek ook. Het is de hoogste tijd om Saumoer te gaan verkennen. En dat doen we natuurlijk op de fiets. En uiteraard gaan de doggies ook weer mee. We moeten even naar de overkant van het water om het stadje te bereiken. Kijk, hier wordt Keesje vrolijk van. Wat een supergaaf Volkswagenbusje komen we hier tegen. Op het moment dat wij er zijn, staan er heel veel gebouwen in de steigers. Dat is jammer natuurlijk. Maar ja, heel veel gebouwen zijn ook wel slecht onderhouden, dus kunnen ze wel wat onderhoud gebruiken. In het centrum van de stad bevinden zich verschillende historische gebouwen. Zoals twee middeleeuwse kerken en een aantal fraaie vakwerkhuizen. Wist je trouwens dat de beroemde modeontwerpster Coco Chanel in Saumoer is geboren? We gaan eens even kijken bij de grootste en hoogste highlight van de stad, het kasteel van Saumoer. Het kasteel is een indrukwekkend middeleeuws fort dat dateert uit de 10e eeuw en werd in de loop van de geschiedenis regelmatig uitgebreid en gerenoveerd. Het is een van de meest opvallende kastelen langs de Loirevallei en trekt veel toeristen. Het kasteel van Saumoer is gebouwd op een heuvel en biedt daardoor een prachtig uitzicht over de stad en omgeving. Het heeft een imposante uitstraling met zijn torens en dikke muren. Het heeft ook een museum dat een collectie wapens, harnassen en andere middeleeuwse dingen herbergt. Tijdens de Franse Revolutie werd het kasteel gebruikt als gevangenis. Later diende het als militaire kazerne en als opslagplaats. Tegenwoordig is het kasteel een toeristische attractie en een belangrijk historisch monument in Frankrijk. Er worden regelmatig tentoonstellingen en evenementen gehouden, zoals middeleeuwse feesten en riddertoernooien.
In 2001 stortte een van de bolwerken van het kasteel in. En dat was te wijten aan de slechte conditie van het bouwwerk. In 2004 werd een grondige renovatie gestart die een aantal jaar zou duren. Gaande de werken werd duidelijk dat de problemen veel groter zijn dan werd voorzien. Inmiddels zijn ze nog steeds bezig met de renovatie ervan. We sluiten ons bezoek aan de stad af en maken ons op voor het vertrek naar huis de volgende dag. Monsieur Theo, die staat met het afval, zie ik. Ja. Wij zijn ontwaakt hier in Saumur, onze laatste vloggende bestemming voor deze trip. Nou, gisteren natuurlijk een rondje gedaan door Saumur. Mooi kasteel. Verder is Saumur. Ja, nou ja. Daar hebben ze wel ploegje bouwvakkers nodig. En daar zijn ze ook druk mee bezig. Er wordt heel veel gerenoveerd. Maar ja, soms heb je van die plekken waar je dan komt, dat je denkt, In Spanje daarentegen is alles, vind ik, beter onderhouden hoor. En dat zou je andersom verwachten. Vind ik ook. Ook de wegen. Ja. De wegen zijn heel goed ook in Spanje. Ja. We zijn gewoon heel enthousiast over Spanje. Hoewel, Frankrijk is natuurlijk een prachtig land. Maar ik vond dit gewoon een beetje tegen. Van, nou, dat kan toch ook. Misschien dat iemand anders helemaal... Ja, maar jij wil ook gelijk weer omkeren, Kees. Ja. Je wil weer naar het zuiden. Ik wil met piepende bandjes weer terug. Het is wat het is. De reis zit erop, maar er komt vast alweer een keer een hele mooie reis aan. Maar dit is wel even dat ik terugkijk dat ik denk... Oh, wat hebben we gave dingen meegemaakt. Echt zoveel verschillende dingen deze trip. Voor mij persoonlijk is het de leukste trip die we tot nu toe samen hebben gemaakt. Omdat het zo veelzijdig was. Echt van skiën in de bergen tot een overwintervakantie. Toch, Pa? We hebben heel veel verschillende dingen meegemaakt deze trip. Het was een veelzijdige trip. Ja. Perfect hoor. Je hebt ook naar je zin gehad. Heel leuke reis gehad. Ja. Vorig jaar Portugal was leuk, maar ik vond dit eigenlijk nog leuker. Eigenlijk wel. Misschien afwisselender. Het was ook het vrij kamperen in Spanje. Dat is gewoon super, hè? Dat je kan gaan staan waar je wil. Of dat, kamperen, parkeren. In Portugal staan te veel borden verboden voor campers. Tegenwoordig wel. Dat is wel jammer. Snap ik wel het hoogseizoen, maar in het laagseizoen... Ja, vind ik dat toch erg jammer hoor. Als je kwam hier uitgestorven plek is, dan zou je heel goed kunnen staan. Het gevoel van vrijheid is daar wat minder. Dat vonden we dit jaar veel leuker eigenlijk. Hier trouwens in Frankrijk hebben ze het ook wel beter voor elkaar. Ja, vooral de faciliteiten onderweg. Ja. Hè, dat je kan lozen waar je wil. Heel veel. Ze zijn heel erg op camperaars ingesteld. Ja. Maar Spanje heeft zich van zijn mooiste kant laten zien. Al hadden wij nog niet eens echt... geluk met het weer, want het was niet echt overwinterweer. Het was wel zonnig, alleen de temperatuur bleef een beetje achter. Ja, maar we hebben alles gedaan. We hebben in de zon gezeten, we hebben in de sneeuw gezeten. Toch? We zeiden gisteren nog tegen elkaar. We hebben leuk gefietst, veel met die fietskar, met die twee honden. Ja, dat was ook een uitvinding. Beetje kon niet hoor. Nee. We zeiden gisteren tegen elkaar, eigenlijk hebben we hartstikke mooi weer gehad. We hebben denk ik een dag of drie regen gehad. En voor de rest gewoon best wel veel de zon. Hooguit drie. Wij gaan ons opmaken voor het laatste stukje, wou ik zeggen, maar 760 kilometer. Dus ik heb net even een flinke ronde met de honden gedaan. Die zijn uitgeput, die liggen met baggerpoten op bed. Op naar Nieuw Lekkerland. Zoals gezegd, dik 750 kilometer te gaan vandaag. En helaas zit het weer niet echt mee. Zo, je ziet er weer bij Parijs, Kees. Parijs kleurt rood. Ja. Ik ook. Ja. Hier op de kaart, ja. Dus volgens mij staat hier altijd file. Ja. Wij reden hier vorige keer ook terug vanuit Portugal, weet je wel. Ja. Nou, toen was het ook in de ochtendspits toen. Ja. Zullen de kijkers misschien ook nog wel herinneren. Maar nu is het 12 uur. We denken, nou, het valt wel mee. Nee hoor, de hele dag staat het volgens mij. Ja. Maar ik heb wel een paar goede tips gekregen van een vrachtwagenchauffeur, BadBoyNL. Ja. Via Instagram hoe we moeten rijden terug. Dus niet over Antwerpen, maar door de Liefkenstunnel. Ja, die is ook langs Antwerpen, maar dat is volgens mij aan de westkant. Ja. En dan vroeger was je heel bang voor de periferiek. Want homan als ze op vakantie gingen, een drama. Ik moet zeggen... Toen heb je nog geen navigatie, hè? Nee. En de zenuwachtige man naast je waarschijnlijk. Zo, en ja, kinderen. Casey die zei, ik zie een Ferrari rijden. Ja.
Maar ja, het is en blijft altijd wel een beetje spannend. Toch op zo'n wegrij, alles. Ik ging net naar links toe, toen kwam er in één keer een scooter. Er rijden hier heel veel scooters heel hard. Kijk, dit, ja, het gaat allemaal gewoon snel en het is heel druk. Ja. En heel veel banen. Dus ik vind het ook wel weer fijn als we hieruit zijn. Vroeger had je natuurlijk die navigatie niet. Nee, dus dan moest je nog heel erg opletten ook waar je heen moest. Ja. En dat is nu een stuk verbeterd. Ja, dat is altijd. Ter Vliet vonden wij een drama. Soms reden we er helemaal omheen. Maar je ziet aan de busjes al hier, dat ding dat nou, dus er is geen onderdeel meer heel. Nee. Ze rijden als gek hier. Kijk die scooters hier ook. Ja, motoren. Wat knalt er tussendoor. Ja, ja. De scène. Ja, de scène. Ja. Nou, het is wel een grijze scène. Ja, het is grijs weer vandaag. Dat is wel jammer. Ja, joh. Kijk, als we nou diep deze wagen overvallen. Ja. Nou, dan kunnen we weer terug naar Spanje. Ja, dan kun je wel lekker uit. Dan is het geen leven, Kees. Kijk, hier zo'n motor ook weer. Ja, we gaan ze. Scheurt tussen die auto's door. Knippen ligt aan. Ja, gaan met die banaan. En dan middelvinger opsteken als je het per ongeluk niet ziet. Als ik een motorfiets had en in de buurt van Prijsje woon, dan zou ik het ook doen. Ja, ik ook. Ja, toch? Dat is de andere kant. Ja, ga ze erop. En ze doen het dagelijks waarschijnlijk. Ja, joh. Dan kijken we naar auto's. Joh. Dat wat een blik. Ja. We gaan jullie niet al te veel vervelen met deze treurige beelden. Want hier zit niemand op te wachten natuurlijk. Hier word je niet door geïnspireerd waarschijnlijk. We zijn weer veilig thuisgekomen en schakelen nu over naar de VB002. Dat waren ze dan, de vlogs van ons camperavontuur in Spanje. Ja, we hebben echt een onwijs gave trip gehad. Wat ik eerder al zei, ik denk de gaafste campertrip die we samen hebben gemaakt. En hoe gaaf om dat samen met je pa te doen. Het wordt steeds waardevoller. Hij wordt natuurlijk ook ouder. En ook leuk dat jullie massaal hebben meegenoten daarvan. Ik krijg op straat het heel veel te horen van Kees, we hebben zo genoten van de campervlogs. En we zijn stiekem alweer een beetje aan het broeden op nieuwe plannen. Na het vaarseizoen willen we toch wel weer op pad gaan. En mijn pa kwam met het idee om naar Schotland te gaan. Had ik eerder al naar gekeken, lijkt me erg mooi. Dus laat me even weten of dat een mooie vloggende bestemming zou zijn om met de camper heen te gaan. Nu eerst over naar eerder deze week, waar ik op een stormachtige dag samen met Erik aan de slag ben gegaan met een refit van mijn dashboardje. Als we daar Erik niet hebben. Ja, Chico, dus goed volk. Goed volk. Zo, middag. Hey, ik heb mijn doos ook meegenomen. Heb je een doos meegenomen? Maar dan. Huh? Oh, je knutseldoos. Je hebt een hele indrukwekkende doos bij je. En dit is een schilapparaat. Ja. Nee, we gaan vandaag weer gezellig even wat klusjes doen. Ja, Kees heeft weer een klusje. We hadden... Maar we hebben een leuk projectje, maar kom even binnen koffie of wat anders. Nou, lekker. Hé, maar dat is bizar, heel veel winter staat vandaag. Niet normaal. Zo, ja, dan weet je dat je op het water woont. Niet normaal. Ja, dat is natuurlijk. Ik zit helemaal zo. Helemaal te wip op je stoel. Ja. Als je op een boot woont, dan ben je veel meer bewust van de elementen van het weer. Als je gewoon in een huisje woont in de Vinexwijk, dan denk je, ja, het zal wel hebben, het vandaag gewaaid. Ja. Nou, wij zijn daar wel bewust van. Wij zitten te schommelen op onze stoel, alles klappert. En ik liep over die brug ook, ik waaide bijna eraf. Ja, maar dat is dus ik mag eigenlijk blij zijn dat je hier nog bent. Aangekomen veilig. Ik denk dat we in kracht 6-7 is. Dat denk ik ook. Want ik ging net op mijn vouwfietsje richting de bouwmarkt. Heb je trouwens mijn nieuwe vouwfiets ook? Ja, ik denk dat op de terugweg was je zo terug. Ja. Mooi fietsje trouwens. Ja, top fietsje, hè? Ja, lekker compact. Ja. Ja, dus we hebben vandaag even een projectje te doen. Oh ja, eerst koffie. Maar dit zijn we al begonnen, hè, met lopen. Ja, met het, hoe noem je dat, dashboard, instrumentenpaneel. Nou, we hebben alles uit het dashboard gehaald wat niet werkte. Toen bleef er niks over. Klopt. Geef je doos maar een. Ja. Kijk, Chico. Mag je met de doos op de bank? Die denkt, wat is dit? Zo, lekker met de doos op de bank. Nou, die hoor ik niet meer, hoor, vanmiddag. Koffie. Erik? Ja, ik was even alvast even. Voor inspectie. Want jij ja, we gaan weer in petto uit vandaag. Ja, we hebben weer van alles in petto. Ja, vorige week hebben we natuurlijk gesloopt, hè? Ja. Nou, mensen, first things first, in de zin dat mijn dashboard zag er niet uit. Heel lelijk. Ja, ik heb nog een foto van.
ja, er werkte niet heel veel. De helft wat er zat, dat werkte inderdaad niet. Nee. En dat zag er ook gewoon niet uit. Er blijven dus... er twee dingetjes over. Ja. Ja. Dus aan een uitknop. Ja, een uitknop, ja. En een uitknop. Ja, dat, ja. En that's it. Less is more. Nee. Een boelschroef. Ja, boelschroef. En de roerstandmeter, die ligt daar. En het contactslot, dat is het. Dat blijft. Wat er in de toekomst nog bij komt, dat weet ik niet. Ik ben nooit zo van de toeters en bellen, maar... Ja, dat is... maar het moet in ieder geval... Maar je kan gewoon altijd wat bijzetten, hè, Kees? Ja. De afhalen kan nooit, maar de bijzetten wel. Onthoud dat. Ja. Maar het werd hoog tijd om mijn dashboardje een beetje wat mooier te maken. Want het was mij een doorn in mijn oog. Ja, toen had Erik een ideetje, want jij voor jouw navigatiesysteem, heb jij een plaatje achter. Ja, daar laat ik altijd plaatjes maken. Ja. Bij een bedrijf. En die maken dan precies die plaatjes zoals jij het bestelt. Ja. En, van aluminium, hè? Ja, van aluminium. En jij hebt dan speciaal met spul erop, hè, dat niet beschadigd. Ja, dat laat ik zo even zien. En toen ben jij gaan mallen als een mal. Zo, dat wil je. Dat, inderdaad. En je bent gaan mallen als een mal. Als een malle ben ik gaan mallen, ja. Ja. Zonder door. Maar ja, dus ja. Echt, dat hebben we samen even opgemeten. Ja. Hè, wat de verhoudingen waren. We hebben hier een tekeningetje van gemaakt. Uitgemeten. Zo, hier ook. Waar de gaten moeten komen. En toen ben ik van stukloop, ja, dat had ik nog liggen, ben ik een mal gemaakt, echt exact op de millimeter, hoe het uiteindelijke paneeltje moet worden, het plaatje. En dat zijn dus eigenlijk twee paneeltjes. Dit is het bovenpaneeltje, misschien kan je heel even aan de kant, of demonstreren. Zo. Kijk, dat komt daar, inderdaad. Hier in het gaatje zo. In het gaatje, ja. En dan hebben we hier deel 2, dat is het vlakke stuk. Dat komt dan daar. We hebben hier alles uitgehaald, hè? Ja. Is dan nog een oude, ja, wat zat er allemaal in? Ja, oh ja, marifoon en een troep. Ja, ik heb een nieuwe marifoon besteld. Dus dit wordt helemaal clean met hier dan het contactslot hadden we hier bedacht. Ja. En hier de boekschroef. Ja. En dan hier een uitsparing gemaakt. Ja, want, voor mijn gashendel. Ja, want anders moesten we deze helemaal eraf halen, moesten we kabels losmaken. Dat hebben we gezegd. Dat is een heel gedoe. Nee. Ja? Nee. En dus daarna gaan we dus, als dit erop zit, als die past, hè, want ik ben heel benieuwd of het past. Ja, het was niet past, je kan het niet even zagen. Ja, maar je hebt toch gemald? Ja, maar daarom zeg ik. Daarom, weet je niet daarom past. Ben ik bang. Ik ben net zo goed in rekenen als in mijn Frans en Spaans. Maar ik heb wel goede vertrouwen. Dus, en daarna gaan we het hier afkitten. Maar dat is even spannend. Dus na de koffie gaan we even kijken of dat het, de twee panelen die ik binnen heb gekregen... Ja. Die trouwens €200 kosten. Ja. Bij elkaar. Ja. Ja, kopie. Kopie? Nee, ik vind het best prijzig, maar ik snap het wel. Het is allemaal gaatjes ingemaakt natuurlijk. Maar goed, €200 voor twee paneeltjes. Chico is weer druk bezig met... die is een beetje onrustig. Dat komt van de wind. Heb ik ook altijd. Ja? Ja, als het waait. Als je wind laat. Ben ik ook onrustig. Dan moet je dekking zoeken. Maar nee, dat heb ik ook met volle maan. Dan slaap ik slecht. Ja? Ja, dat zijn invloeden van de natuur. Daar heb ik altijd last van. Oh? Ja, ik heb de halve bouwmarkt leeggehaald. Ja. We gaan ook nog een lampje ophangen. Ja, dit is een led. Ja. Voor de wasmachine, hè? Dan kun je wel zien. Van die ruimte daar. Kun je zien of je wattenwis... Je wattenwis was... Je wit was. Ja. Je wattenwis... Take 3! Je was wit. Je witwassen! Je witwas eruit de witte... Witwassen, ja. En ik gooi altijd alles bij elkaar in de wasmachine. Ook mijn wit, alles. Nee, joh. Ja, dus... En ik, ja, het valt me wel op dat de witte t-shirts wat grijzig worden op een gegeven moment. Ja, die witte van jou. Ja, deze heb ik al 8 jaar. De bonte was is gekleurde was, toch? Ja. Ja, en de witte was is uiteraard witte was. Dat ga ik beter scheiden, want anders dan blijven mijn t-shirts nergens. Wat een goed verhaal. Laat even weten in de reactie onder deze video. Scheid je altijd alles netjes? Scheid je altijd je witte was? Ja, precies. Of doe je het altijd op de bonte manier? Dit zijn de paneeltjes. Kijk eens. Kijk, roestvrij stijl met een soort van wrap eroverheen. Aluminium. Aluminium? Ja. Ja, aluminium. Ja. Een heel mooi aluminium plaatje. Ja. Met hierin de uitsparingen. En dat heeft hij waarschijnlijk met een apparaat gedaan, zo'n uitsnijapparaat. Dat het exact op de millimeter moet kloppen. Achterkant is, aluminium. En de voorkant ook wel. Aluminium. Maar hier zit een soort van wrap overheen. Wat ervoor zorgt sowieso dat het er mooi uitziet. Ja. Zwart, metallic. Maar ook dat het niet zo snel beschadigt. En ik denk dat het heel strak uitziet. Moet het nog wel passen. En dan maar hopen dat het regenwerk een beetje klopt. Nou, we beginnen met de liggende, denk ik. Hè?
weet niet of dit... Nou, ja. Kijk. Hey. Zo. Alleen hier is hij nog iets hoog, maar daar kunnen we misschien nog wel wat mee doen. Maar, de uitsparing klopt. Ja. Dit kunnen we afkitten. Ja. Dit kunnen we afkitten. Maar dan moet ik alleen nog even kijken of dat, staande plaatje nog past. Oh ja. Deze. Die komt dan. Zo. Nou, het is nu al een ander gezicht. Nou hè. Ja. Hé. Hey. Dit past ook. En als het dan klaar is, Kees, dan ga je dit... Klaar is, Kees? Dit zwart verven. Ja, dit gaat zwart geverfd worden. Ja, netjes. En dan de metertjes ook nog een beetje maskeren. Ja. Want ik hou van deze meters, want deze werken wel. Ja. En dan... Wat vind je trouwens van de kleur van mijn... het blauw? Ja, mooi kleurtje. Ja, het komt op camera waarschijnlijk iets lichter over. Ja. Maar ik vind het mooi. Het staat ook goed met het roer, dat bruin. Dit gaat allemaal nog geschilderd worden. Wit waarschijnlijk. Maar dan ziet het er weer lekker modern uit. Ja. Zo. Dan gaan we lijmen. Even. Oh, nee, het is niet te geloven. Ik zei het al. Zo. Wel in het gleufje blijven, Kees. Oh, nee hoor. Dat was een heel mooi net randje. Ja, dat was een heel mooi net randje, ja. Ja, het hele mooie nette randje, ja. Dat zit nu... zit nu aan je vingers. Ik zou zeggen, hou de wc-rol in de aanslag. Maar dat ziet er ook heel smerig uit, dit. Je zit daar ook al. Ja, het zit overal. Nee, joh. Ja. Op een halfrans tafel. Ik heb alles hier apart liggen. Ja. Hè? En jij legt die hele spuit erop. Ja, ja, precies. Oh ja, dat is niet handig. Eerst even dit wegkijken. En je hebt weer overal alles zitten smeren. En nu snap ik waarom je mij dit laat doen. Jij wil gewoon lachen natuurlijk. Ik kan ook nog chirurg worden zo. Gynaecoloog. Gynaecoloog is wel leuk. Ja, zou je dat willen? Nee. Nee. Ja, thuis. Ja, thuis. Oh, een schat. Kees, als je wil weten of er nou echt stroom op staat. Hè, ja, ja, ja. Dan moet je altijd ik voel een tip van Erik. Dan moet je altijd even met je tong voelen zo. Even lekker. Don't try this at home. Nee. Niet doen, niet doen. Tot zover deze vlog. In de volgende vlog zie je dat we verder gaan met mijn dashboard. Of dat dat goed gaat komen of niet. En gaan wij de eerste vaartocht van dit vaarseizoen maken. Jawel, dat ga ik als het goed is met Mirjam doen. Want die verdient wel een steuntje in de rug en een leuke activiteit. Dus dat is dus de voorjaarstocht die we maken hier met de vereniging. Ik geloof dat er 12 boten meegaan. Dus ga het zeker zien. Ik zie je heel graag dus weer in de volgende vlog. Volgende week zondag, morgen om 10 uur staat hij voor je klaar. Nou, like deze video nog eventjes als je hem leuk vond. En abonneer nog op het kanaal van De Vloggende Bestemming. Druk dan ook meteen dat belletje in. Want dan zie je meteen wanneer er een nieuwe vlog online komt. Bedankt weer voor het kijken. Chico is nog moe van alle avonturen deze week. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende bestemming. Hoi!